En in de drogisterij aan de Prinsessenstraat was tot voor kort bezig illegale COVID-19 testen te doen. Dit kwam gisteren aan het licht na een inval van de Economische Controledienst, de politie en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Naar de schijn werden in deze drogisterij COVID-19 testen gedaan tegen een betaling van 950 SRD. Ook werd er medicijnen tegen dit virus aangeboden voor 300 SRD. Bij een confrontatie met de waarnemend directeur van BOG, Rajesh Ori, hebben de medewerkers van deze drogisterij alles ontkend. Wil je de coronatesten dan? Ik heb van mensen gestuurd, we hebben ook een materiaal. Nee. Ja, maar van de 50 SRD coronatest. Nee. Ja? Ik kan niet dat hij gaat hier gebeuren. Wacht, ik ga bellen, wacht. Wat is dat? Goedendag, wie spraat Engels of Nederlands? Hoe is de dokter? Ik zie dokters met jullie ook. Voor ik COVID, testen van COVID. Je doet COVID test? Ja. Ja, is they here? Look here. Nee. For COVID test. No. No. What we know, we sent someone here. And we have someone who has seen what you're doing. He came here as a patient. That you do a COVID test, 950 SRD. And you give for chloroquine for 3 months as a treatment. Here? Yes. What are you doing here? You're not a doctor. What are you doing here? Just tell me. What are you doing here? But those are patients? Are you a doctor? Yeah, he's not my patient. But you have medical material here. What are you doing here? In de drogisterij werden er ook echo's gedaan en abortussen gepleegd. Deze medische ingrepen werden verricht door een illegale arts. Mag dit ook doen? Ja, kijk, naalden, spuiten. Dus hij doet invasief. Hij geeft spuitjes ook. Ja, toch. Je moet zijn gegevens nemen en we gaan het onderzoeken. Hij is een illegale dokter en hij is strafbaar. Je moet zijn gegevens nemen, ik kan maar foto alles aan. Hij geeft spuiten, naalden, alles. Dit is een echo apparaat. Je doet. Kijk, dit is een apparaat. Kijk hier. Hij doet zwangerschapsonderzoek. Dit hoort bij elkaar. Ja, hij doet zwangerschapsonderzoek. Rajesh Ori, waarnemend directeur van het BOG. Hij deed samen met de ECD en de politie gisteren een inval bij een drogisterij aan de Prinsessenstraat. De zaak was bezig met illegale medische praktijken.